Zwammerdam en WDS stellen zich op het kunstgrasveld in Zwammerdam. Het hoofdveld, het grasveld, is niet goedgekeurd voor deze wedstrijd en daarom wijkt men uit naar het kunstgras. Twee ploegen vanuit het rechter rijtje nemen het tegen elkaar op. Na de winterstop is dit in deze competitie de tweede ontmoeting tussen de beide ploegen. Waarbij de eerste wedstrijd verloren ging door WDS. Gewonnen dus door Zwammerdam met 3-1. En hier Zwammerdam al heel snel met een gelukkie op voorsprong komt. Niet helemaal een moeilijke bal. En dat zien we ook hoe de doelman daarmee omgaat van WDS. Ongelukkig kan de bal niet vastpakken. En via de lat komt die bal achter de doellijn. En heeft Zwammerdam de voorsprong in deze wedstrijd al snel te pakken. WDS vecht tegen degradatie. Zwammerdam stelt ook enigszins teleur in deze derde klasse. En krijgt nu wel heel makkelijk hier de mogelijkheden op een presenteerblaadje. De groenen uit Zwammerdam zien deze poging tot hoekschop verwerkt worden. Maar dat had heel snel de 2-0 al moeten zijn. Dat is misschien wel de conclusie. De diepe wal weer aan de rechterkant. Dan kan er weer geschoten worden. Gaat die bal voorlangs. Goede poging daar van Zwammerdam. Opnieuw daar de mogelijkheid om te scoren. Dat is Van den Berg die het nalaat. Bons komt er niet aan. Omdat er verdedigd wordt aan de kant van WDS door Lodder. Die bal uit de 16 verwerkt. En dan vervolgens via de linkerkant de opening gezocht. Maar een slechte spelhervatting, of in ieder geval een aanvallen, is het Zwammerdam dat makkelijk overneemt en ook op deze manier weer uit de draai geschoten kan worden. En opnieuw de mogelijkheid voor Zwammerdam. WDS ontpopte zich als een hele makkelijke tegenstander in deze wedstrijd. En het hielp de thuisploeg nogal eens in het zadel. Zoals ook hier die bal voor het intikken lijkt, omdat die bal opnieuw niet goed uit die verdediging komt. In tweede instantie kan de doelman toch reddend optreden. En was dat een mogelijkheid voor Van der Neut aan Zwammerdamzijde. Dan hier de mogelijkheid voor WDS. Komt die bal op de paal? Nou, dat is dan toch uit zomaar een verrassing. Een duveltje uit een doosje, kun je zeggen. En dan is het de mogelijkheid voor Stichtsel, zeg maar, van WDS, die de bal dus op de paal ziet belanden. Een van de weinige pogingen. Opnieuw aan die rechterkant dan de ruimte. En opnieuw is het de doelman die deze inzet kan keren. En zo zien we tot de derde of vierde maal dat aan deze rechterkant van de berg niet succesvol is. Heeft al menig mogelijkheid gehad. Dan maar aan de linkerkant met een zee van ruimte opkomen dus. De 16 meter in. En dan deze poging. Een schot op goal. Of was dat misschien toch bedoeld als al voorzet van Peters. In ieder geval ook weer makkelijk voor de doelman te keren. Doelman Boerenfijn aan de kant van WDS. Zwammerdam blijft op die ene kans van WDS na dicteren. En is het Bons die hier dan naar binnen kruipt. Krijgt daar ook alle ruimte voor. En dan is het ook heel makkelijk scoren. Gaat de doelman niet vrij uit. Geeft deze bal eigenlijk een verkeerde beoordeling. En die bal dus achter de doellijn. En de verdubbeling van de voorsprong eindelijk voor Zwammerdam. Nee, hier gaat de doelman zeker niet vrij uit. Maar goed, de 2-0 staat dan op het scorebord na 24 minuten voetballen. Nogmaals eens een keer Bons. Schiet dan een keer. En dan opnieuw is het trefzeker. Heel snel is daar dan die derde goal gemaakt. Ja, dan kan het zomaar snel gaan hoor in deze wedstrijd. Als je de ruimte krijgt en de gelegenheid. En WDS geen strobreed in de weg legt. Is het zomaar 3-0. En dat binnen een half uur. Dat belooft wat voor het restant van deze wedstrijd. De lange bal. Op rand van buitenspel kun je zeggen. En dan gaat die bal voorlangs. Deze mogelijkheid dat ook meer verdient van Leeuwen. Maar goed, misschien was hij ook wel geschrokken van de buitenspellucht die eraan hing. Goed voor de man gekomen. Doelman de knie die zit in de weg. Heel slecht uitverdedigd. Men kan eigenlijk amper uitverdedigen bij WDS. Gaat die bal dan over de zijlijn. En mag er worden ingegooid aan Zwammerdamzijde.
33 minuten nog maar onderweg. WDS snakt nu al naar het einde van deze wedstrijd. Korte hoek gekozen. De voeten van de doelman. En zo is Boerenfijn zo langzamerhand de redder van de Driebrugse ploeg in deze wedstrijd. Ondanks dat hij er al 3 achter zijn oren heeft. En ook zeker niet vrij uitging bij een aantal goals. Heeft hij toch regelmatig het speeltuig uit zijn doel gehouden. WDS verrassend op de helft van Zwammerdam. En schiet dan ook nog de bal richting de goal. Maar goed, dat is geen probleem voor Samson. Zwammerdam nog maar een keer. Op slag van rust nog maar eens proberen om die score te vergroten. Daar zit Boerenfijn er met een handje prima bij. Weliswaar ten koste van een hoekschop wordt toch een goal voorkomen. Eens kijken of Zwammerdam met een grotere voorsprong dan de 3-0 kan gaan rusten. Goed doorgegaan. En daar zit het verdedigend been goed tussen hoor. Dat is een prima interceptie van Simon. Die bal opnieuw over de achterlijn. Opnieuw een hoekschop voor Zwammerdam. Er wordt er geschoten. Het doel te hoog gevonden of gezocht en niet gevonden, zo kun je zeggen. En dan is het rust. En gaan we in Zwammerdam met een 3-0 voorsprong rusten. Voorsprong dus voor de thuisploeg. En WDS dieper en dieper in de zorgen. Rustig bouwend Zwammerdam. Combinatie zoekend. Bal terugleggen. Inlopen. En dan met het grootste gemak de goal maken. Goeie, mooie combinatie van Zwammerdam. Mooie goal ook. Komt op naam van Peters. Die daar het grootste gemak mee heeft. En de bal eigenlijk maar heel lichtjes beroert. Het lijkt met het linkerbeen. Even alsof het een biljartbal is. Even met een keu die bal beroeren. Tik in de goal. En dan is het 4 tegen 0. Dan doet WDS wat terug. Zomaar uit de draai de goal gemaakt. De aansluitingstreffer, daarvan kun je misschien al helemaal niet meer spreken. Maar de 4 tegen 1 komt op deze manier dan toch echt wel op het scorebord. Verrassend, maar hij staat er. Ruim een uur gevoetbald. En dan gaat Zwammerdam in de fout. De verdedigende Zwammerdam-speler die de gelegenheid geeft opnieuw aan iemand van WDS. De speler die ook de paal beroerde in het begin van deze wedstrijd. Maar niet tot scoren kwam. En nu gebeurde dat ook weer niet. Aan de rechterkant WDS krijgt wat meer de ruimte. Heeft ook wat meer het lef om te gaan voetballen. Maar komt hier niet verder dan een achterbal. Goed gezien daar. De diepte gezocht. Dan is het omkeren. Dan is het over de knie. Jawel, dat moet dan een strafschop zijn. En die geeft de scheidsrechter dan ook. Doelpuntenmaker Uiterwijk gaat over de knie bij Van den Berg. En dan is het de aansluiting. Nee, hebben we net al gehad hè, dat we daarover dachten. Maar goed, de tweede goal van WDS. Nou goed, enigszins sluit hij aan. 4 tegen 2 is dan wellicht de eindstand in deze wedstrijd met nog 9 minuten te gaan. Of is het Zwammerdam die dan toch nog van zich laat spreken aan die rechterkant? Voorzet van Woudenbergen bij de eerste paal in intikkertje. Die bal gaat dan naast. Van den Berg probeerde het nog maar een keer. Nee, is niet Van den Berg, maar de ingevallen Kramer. En daar weer de ruimte. Uitkappen van de tegenstander. Wegdraaien van de tegenstander. Meegeven aan Bons aan de linkerkant. Daar is de ruimte. Is de doelman uit de goal? Is er de ruimte? Makkelijk gepasseerd. Bons maakt de goal. 5-2 voor Zwammerdam. Scheidsrechter ziet geen belemmering om dit spel stil te leggen. Geen overtreding, geen buitenspel. Wel de goal. En de hoekschop voor Zwammerdam. En daar gaat hij dan wel kort in de eerste hoek. De korte hoek, de intikkertje vanuit die hoekschop. En zo is het dan toch dat Zwammerdam een ruime score haalt in deze wedstrijd. Prima doelpunt daar bij die eerste paal. Kramer is de doelpuntenmaker. En is het Zwammerdam die zo rustig naar het einde voetbalt in deze wedstrijd met de wetenschap dat het deze wedstrijd wint. Dan krijgt het nog wat mogelijkheden. Vriendschapsgebaren bij elkaar.
geen verwijten naar elkaar. 6-2 wordt dan toch de eindstand hier in Zwammerdam. En kijkt Zwammerdam iets meer omhoog en komt WDS meer en meer in de zorgen. Door een hoekschop voor de ploeg uit Driebrugge. Kan er nog geschoten worden. Die bal gaat net een metertje naast. Mooie pegel. En is dat dan het slot van deze wedstrijd? Nee, het slotakkoord is voor Zwammerdam. En het fluitsignaal van de scheidsrechter. Zwammerdam wint dus makkelijk met 6-2. Het viel nu tegen de eerste helft. Met de ruimte die we kregen. En we konden vrijheid voetballen, vond ik. Kans op kans eigenlijk. En ja, eigenlijk voor rust moet je de wedstrijd binnen hebben. Dan staat het 3-0. Maar je slechte moment komt altijd in de wedstrijd. En daar was ik al een klein beetje bang voor. Dat hij, zeker 20 minuten na rust of zo, dat hij 3-1 zou vallen. Nou, je komt eigenlijk nog 4-0 voor. Maar dan de mumvertijd. 4-2, het werd slordig. We gingen achteruit lopen. En dan denk je van, hoe is het mogelijk? Terwijl je de eerste helft van die wedstrijd al binnen moet hebben. En wordt het uiteindelijk nog 6-2. Maar zo'n moment heb je altijd. Maar ik verwijt ze wel. Je zag het al heel langzaam aankomen in de eerste helft. Dat we gewoon toch een beetje te makkelijk werden. Ook achterin. Veel foutjes. En ja, dan breng je ze toch terug, een klein beetje terug in de wedstrijd. En dat verwijt ik ze wel een beetje. Maar voor de rest, het is lekker dat we 3 punten hebben. Klopt. Kijk, ik weet niet of het zo goed was hoor. Maar we kregen alle tijd en ruimte om te voetballen. En we kregen kans. En dat stond ik wel van te kijken eigenlijk. Want ze speelden toch een soort naar de 16 toe, de tegenstander. Met 4-5-1 speelden ze eigenlijk. Maar dat we nog zoveel kansen kregen, dat verbaasde mij ook. Alleen, ik heb ook gezegd tegen die jongens, zo'n wedstrijd moet je gewoon winnen, weet je wel. Ik heb hier niet zoveel mee met dit soort wedstrijden. Kijk, dan komt wel weer straks op de normale velden en tegen sterke tegenstanders. Dus ik weet niet wat we ermee opschieten. Ja, dat is de 3 punten. En we stijgen nu langzaam weer. Maar het moet wel een gevolg hebben. Ik heb wel toch weer strijd gezien en de wil was er om te winnen. En die moet je gewoon hebben. En dat moeten we vast zien te houden.